Het is nu ongeveer 4 uur en ik ben in de lug mode. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Ik ben redelijk lang in mijn bed blijven liggen. Eigenlijk gewoon blijven liggen. Ik was al wakker van 9 uur, maar ik heb tot iets voor 10 in mijn bed gewoon blijven liggen. En op mijn gsm gezeten, maar ik moet mijn gsm echt leren om op een andere plek in mijn kamer te leggen dan met mijn bed. S'avonds voor ik ga slapen doe ik ook altijd zo sinds ik hier gewoon de af was. En dan kan die drogen en dan doe ik die 's morgens weg. En nu ga ik me eigenlijk klaarmaken. Want er is een rommelmarkt. En ik ga naar de rommelmarkt, omdat mijn mama ook op de rommelmarkt zit vandaag. Ik ga eventjes deze zak meenemen. Dus zo, zakje dat ik kan uitvouwen. En ondertussen ben ik nog een paar YouTube-video's aan het kijken. Ja, dit heeft allemaal naar beneden brengen en in mijn auto stoppen. Zodat het dan mee kan, want ik ga eerst nog langs mijn ouders. Hallo, het is iets na 12 en ik ben terug thuis. Ik ging eigenlijk vloggen om de rommelmarkt te tonen. Maar ik heb dat dan toch niet gedaan. Want het was eigenlijk geen zo goede rommelmarkt. Ik heb dan nog niks gekocht. En nu ga ik iets eten. Het is nu ongeveer 4 uur en ik ben in de lug mode. Ik kan namelijk buikpijn en ik voel me niet echt energetisch. Maar ik ga toch een paar video's bewerken. Denk ik. Allee, ik ga dat proberen. Dus straks heb ik een aflevering of 4 van Friends gekeken. Ik ben echt niet in mijn beste dag vandaag. Ik heb last van mijn buik en ik ben alles behalve actief. Oh. Slechte dag om te vloggen. Ik heb dus wel Island Living gekocht. Island Living gekocht van de Sims. En ik heb besloten dat ik nog eventjes ga wachten op het spelen van de Sims tot vrijdag. Vrijdag komt het pakket uit. Ik heb nu al gereserveerd. Tijd voor een berichtje uit de toekomst. Ik wil even meedelen dat ik Ivy jammer genoeg heb moeten weggeven aan een ander gezin. Dat komt omdat ik eigenlijk besefte al heel snel dat kattenhouden niks voor mij is. Maar ik zag ze graag, uiteraard zag ik ze graag. Maar ik kon haar niet de liefde geven die ze verdiende. En daarom besloot ik ze na 2 dagen ongeveer al weg te geven aan een nieuw gezin. Uiteraard heb ik gezocht naar een gezin waarbij dat ze het goed zou stellen. En ik wou ze weggeven voor ik eigenlijk, ja, voordat het uit de hand liep. Want ze maakte me een beetje gek. En ik vond het heel moeilijk om in het begin toe te geven dat ik een kat heb gehouden en ze al zo vlug heb weggedaan. Omdat dat toch niet echt oké voelde en er misschien heel veel mensen gaan reageren. Je moet 2 keer nadenken voor je een kat neemt. Maar ik was er echt gewoon van overtuigd dat ik het goed ging doen en dat het ging lukken. Ik heb ze dan eerst naar mijn zus gebracht. Mijn zus had al 2 katten, dus zij vond het ambetant om er nog een bij te nemen. En ik heb dan een gezinnetje voor haar gezocht. En ondertussen heb ik al verschillende berichtjes gehad van haar nieuwe eigenares. Dat ze het heel goed stelt, dat ze het leuk heeft, dat ze het, een vriendje heeft in de andere kat. En dat maakt me heel erg gelukkig. En...
Ik weet dat niet veel mensen het gaan zien, maar ik heb ze weg. Allee, ik heb ze geschonken aan een gezinnetje om haar geluk. En ook deels voor mijn eigen geluk, uiteraard. Dus ja, het is heel moeilijk om dat eerst toe te geven. En ik ben nog altijd bang van de reacties die op deze vlog zullen komen. Maar het leek mij niet oké om gewoon verder te gaan vloggen. Alsof dat ze er nooit was geweest. Of gewoon die vlog eruit te halen. Want ja, het stond ook op Instagram en zo van die dingen. Maar dan weten jullie dat.